Safety First is een Vlaamse sitcom over vier bewakingsagenten die uitblinken in onbekwaamheid, maar overleven door vriendschap. Mijn rol in Safety First, ik noem Simon Vos, maar ik heb een bijnaam en dat is Schmos. Ik ben de jongste van de hoop en iemand die het altijd goed wil doen, maar die wel in de rangen onder zijn baas staat en heel erg opkijkt naar zijn baas, namelijk Dirk Poré. Dedication, dat wil zeggen toewijding naar Dirk toe, vies belangrijk. Misschien zelfs belangrijker dan wat ik er juist zei, bewaken. Dus. Het personage Smos, wat dan de grote hit van de reeks is geweest, is eruit gesprongen en voor mij heeft dat twee redenen. En dat is, het personage is authentiek en enthousiast. En authenticiteit en enthousiasme, daar valt iedereen voor. Ik denk dat we iets hebben gemaakt waar veel verschillende soorten humor in zit. Een bepaalde human interest, als slapstick, als platte comedy, als intellectuele woordspelingen. Ik denk dat er zeer veel dingen in zitten, waardoor heel veel mensen zich hebben kunnen aanhaken aan die formule. Ik heb nooit voor ogen dit gaat scoren. Ik maak vooral de dingen die ik zelf graag wil zien en probeer dan zoveel mogelijk mensen te bereiken daarmee. Ik ben zeer trots op het resultaat. Ja, echt waar. Ik kan niet objectief zijn, maar ik voel wel dat er een hele goede sfeer rondhangt en dat mensen waarvan ik het niet verwacht zeggen dat ze het fantastisch vinden. En daar word ik wel gelukkig van. Ik ben Matteo Simoni en ik speel de rol van Simon Vos, aka Schmos, in de reeks Safety First. Ja, ik heb het schoonste compliment van mijn meter gekregen, die tegen de 80 aan het gaan is. En die zei, ik vond Benny Drombasis leuk, ik vond Wat Als nog leuker. En ik vind Safety First de max. En ja, dat vond ik echt geweldig. Dan heb ik echt zoiets van, oké, we hebben het beter gedaan dan het vorige. Ik ben Tim van Aalst, bedenker en regisseur van Safety First.